Toen ze hoorden dat ik verhuurd mocht worden bij AZ. En toen kwam NEC kwam eigenlijk direct al. En ja, dat gaf me een goed gevoel. Maar er waren heel veel clubs die jou wilden hebben. En ook clubs die hoger staan dan NEC. Ja, dat klopt. Ja. Opvallende keuze dus. Ja, een hele opvallende keuze, zeggen ook heel veel mensen. Maar ik denk dat hij gewoon heel veel te winnen haalt. En ja, het is een groep die heel graag wil. Die de eerste seizoen zelf, ja, die wil het gewoon rechtzetten eigenlijk. En daar wil ik bij helpen. En ik denk dat het ook echt wel kan, ja. Wat is jouw persoonlijke ambitie met de NEC? Maar, nou ja, het is sowieso na competitie is dat behalen. En zelf wil ik gewoon nog heel veel goals maken voor NEC. En ja, daarvoor ben ik gekomen. Maar ja, AZ wilde je niet definitief laten gaan, hè? Eigenlijk waren er wel clubs die je eventueel wilden kopen, maar die kregen een enorm prijskaartje te horen. Want ze zien daar uiteindelijk ook toekomst voor jou natuurlijk. Ja, klopt. Ik ben hier gekomen ook om een halfjaartje om NEC te helpen. En daarbij heb ik altijd al gezegd van ik wil AZ 1 halen. En ja, dat is nu een tussenstap bij NEC. En een hoger niveau. En dat merk je al meteen vanochtend bij de training. En daar geniet ik van. Dat vind ik hartstikke mooi. En die jongens, ik voel gewoon dat ze heel gretig zijn om het eerste seizoen zelf recht te zetten.